Wat hangt ADO Den Haag en PEC Zwolle boven het hoofd in de slotfase van de Eredivisie? We vragen het PEC Zwolle-spits met een ADO-hart, Mike van Duinen. Wordt het inlopen, bijblijven of afhaken voor Katwijk? Ja, waar is Joop dit keer? Fox, Talpa, Champions League, de Eredivisie, vrouwenvoetbal. Ze kan alles. Talentvol, presentatrice, journalist, interviewster. Ja, wat een megatalent. Wat dat betreft lijkt ze echt op mij. Ja, man. Nou, benieuwd waar die naartoe gaat, onze Joop. Dag allemaal. 12 juli 2020, dat is een datum waar we na gisteravond weer voorzichtig van mogen dromen. Dat is de dag van de EK-finale. Ja, het is heel opportunistisch gedacht. Maar goed, de 4-0 winst van Oranje op Wit-Rusland, vooral dankzij een excellerende Memphis Depay, zorgt voor veel optimisme. Een nieuwe lente. Ja, dat geldt niet voor ADO Den Haag, dat in de Eredivisie gevaarlijk dicht bij de onderste plaatsen staat. Net als een van hun concurrenten, PEC Zwolle. De ploeg uit Overijssel heeft een puntje meer dan ADO. En dat betekent dubbele zorgen voor Mike van Duinen. De spits van Zwolle met een groot ADO-hart wil natuurlijk, koste wat het kost, dat beide clubs in de Eredivisie blijven. Ja, Mike, welkom. Ja, dankjewel. Want zo is het, denk ik. Nee, absoluut. Ja, ik hoop dat we er allebei in blijven, dat is duidelijk. Maar ja, ook mijn vorige club Excelsior is het ook zwaar weer. En ik hoop eigenlijk ook dat zij erin blijven. Dus er zijn een hoop clubs waarvoor ik hoop dat ze erin blijven. Ja, gaan we het uitgebreid over hebben in deze uitzending. Oranje, gezien? Deels. En? Deels. Ja, super toch. Ik denk dat die vroege goal natuurlijk wel helpt. Ja, na 50 seconden. Ja, leuke terugspeelbal. Lekker cadeautje, ja. Dus dat helpt wel. Maar ja, ik denk een dik verdiende overwinning en ook wel... Zo hoort het eigenlijk ook, toch? Dit, ja, tot Nederland, maar vind je het ook wonderlijk om te zien hoe die zo'n transformatie Oranje heeft doorgemaakt onder Koeman. Het is allemaal weer positief, het gaat Nee, goed. Dat is het en dat scheelt gewoon heel erg veel. Je merkt altijd als ik zelf speel ook, als er een positief gevoel hangt dan, of een sfeer, dan dat scheelt gewoon heel erg veel. Hoe gek het ook klinkt, want uiteindelijk is het gewoon weer een andere wedstrijd. Maar toch, je neemt dat op een of andere manier toch altijd wel mee. Ja, daar kun je over meepraten, ook gezien de actualiteit. Want jullie hebben een trainerswissel gehad bij PEC Zwolle in de winterstop. Ja. Jaap Stam is gekomen. Merkte je dat dan? Ja, toen merkte je ook dat er gewoon wel een negatieve sfeer hing. En dat kwam ook doordat PEC al de twee seizoenen van het jaar daarvoor slecht had gepresteerd. Ja. Onder John van het Schip. Ja, terwijl ze het half jaar daarvoor fantastisch hadden gespeeld. Dus, en als je dan een paar keer verliest, dan merk je al gauw bij de jongens die er al zaten dat die toch weer denken van, oh, daar gaan we weer. En, dus ja, dat brak ons wel een beetje op. Ja, maar wat is Jaap Stam voor trainer? En dat zullen ze vooral graag in Rotterdam van je willen weten, want hij wordt volgend jaar trainer van Feyenoord. Ja, nee, ja, kijk, ik werk nu kort met hem samen, maar in mijn ogen echt een persoonlijkheid. En op tactisch gebied vind ik hem sterk. En buiten dat, in mijn ogen, Jaap Stam, dat is, ik ken hem als voetballer en ja, gewoon een grote speler. Dus die staat er bij mij dan, als hij bij binnenkomt, staat hij al een of voorbewijs van. Dus. Ja, hoezo? Wat merk je dan? Nou, meer gewoon, ja, ik ken hem als speler en ook natuurlijk de manier als speler. En dan is het gewoon in mijn ogen een absolute winnaar. En, ja, daar hou ik wel van. Mm-hmm. En je zegt ook tactisch is hij sterk. Wat ja, zie je daarvan terug? Meer, wij speelden daarvoor speelden we op een bepaalde manier. En hij heeft wel echt wel degelijk iets veranderd in de winterstop. En weer vast eigenlijk in een 4-3-3 systeem gaan voetballen. En als je hem dan af en toe merkt, ook met het blik op de tegenstander en zo, dan heb ik wel het idee van... Ja, daar zit echt wat in en daar geloof je in en dan pakt het ook vaak goed uit. En dan helpt die eerste vier wedstrijden helpt natuurlijk ook naar de winststop. Dan pak je 10 punten en dan kan je het eigenlijk niet verkeerd doen. Vliegende start, 3 keer winst inderdaad voor PEC Zwolle na de winterstop. Ik herinner me nog een 4-3 tegen Utrecht. Knotsgekke wedstrijd waarin jij de winnende maakt in de 93e minuut uit de penalty. Maar daarna komt de klat er opeens in. 3 keer verlies, 2 keer gelijk. Nou, laatste wedstrijd dan wel gewonnen, belangrijk bij Excelsior. Ja. Hoe kan dat verschil? Ja, moeilijk. Ik denk bijvoorbeeld hier tegen ADO dat we eigenlijk gewoon een prima wedstrijd speelden. En een beetje eigenlijk ongelukkig tegen een tegengoal aanliepen. En, de wedstrijd daarvoor hadden we Heerenveen uit waar we eigenlijk herenmeester waren. Alleen niet door kunnen drukken. En,
Ja, dan pak je twee keer in de rust en hebben we daarna echt een flater tegen de Graafschap. Ja. En dus wordt het spannend onderin. Ja. Hartstikke spannend. Ja. Als we die stand er even bij pakken, dan zien we dat ook. Dan zien we, nou ja, zeg het maar. Kijk, jullie staan 12e, 29 punten. Dan zien we nog wat clubs. ADO, waar we natuurlijk erg op letten hier, één puntje daaronder. Nee, het kan nog alle kanten op, dat nummer duidelijk. 16 en 17 gaan de na-competitie in. Ja, ja. NAC. Ja, NAC, normaal gesproken ben je die kwijt. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, bij de Graafschap had ik ook, die ben je ook al kwijt. Maar die zijn ook helemaal terug. Dus het is belangrijk dat je nu de punten gewoon gaat pakken. Want het staat gewoon super dicht bij elkaar. En in die na-competitie moet je echt niet terechtkomen. Nee. Zullen we ook eens kijken dan naar het programma van zowel ADO als PEC Zwolle. Dat is misschien wel even aardig om te zien welke wedstrijden jullie moeten spelen om inderdaad die punten te pakken. Dus allereerst ADO Den Haag. Een paar lastige wedstrijden daartussen natuurlijk. Hè. AZ en PSV bijvoorbeeld, dat zijn lastige wedstrijden. Maar ook Excelsior en Fortuna. Dat zijn in principe directe concurrenten nu. Ja, hoeveel punten gaat ADO hieruit halen uit dit rijtje? Ik hoop toch... even kijken, ze hebben nu 28 toch? Dus dan heb je er minimaal nog 7 nodig, denk ik. Ja. Ik ga ervan uit dat het goed gaat komen, hoor. Maar... ja, het wordt wel moeilijk, want ook Fortuna uit is gewoon een hele lastige wedstrijd. Ja, jullie nu? Gewoon van PEC. Ja. Je begint met Emmen thuis volgende week. Ja, Emmen thuis, Fortuna thuis. Ja, dat zijn in principe de wedstrijden waar je moet winnen. En ook de laatste wedstrijden zijn nog genoeg mogelijkheden. Dus. Hoeveel punten hieruit? Dan vraag ik het ook maar even voor PEC. Ja. We zijn met 7 bij ADO. Ja, ik denk dat wij nog wel 10 pakken. Ja? Ja. Denk ik, maar... Nou, laten we het hopen voor ADO en voor jullie. Ik zei in mijn introductie, we kennen jou natuurlijk in Den Haag. Ik bedoel, je hebt seizoenenlang voor ADO gespeeld. In 2015 ben je daar weggegaan. Uiteindelijk voor Roda gespeeld, voor Excelsior inderdaad. Je hebt nog in Duitsland gezeten. Maar we herinneren je natuurlijk vooral ook van één hele mooie goal in Den Haag. Dat weet je nog wel. Ik denk wel dat ik weet waar je het over hebt, ja. Ja, dat is een goal tegen Twente was het. Ja, Twente en dat was de 3-2. Er zat ook best wel wat spanning op die wedstrijd. De laatste minuten, de winnende goal, die ontlading, dat zie je ook in het stadion. Je ziet het bij Marie Stijn, was nu nog toch trainer toen. Ja, dat was gewoon, dat blijft kip van momentje. Dat was in 2013. Hoe vaak word je nog, zoals nu weer trouwens, op die goal aangesproken? Ja, dat is wel zeker bij ADO-supporters, die blijft wel bij. Ja. Als ze het dan over een goal hebben, dan hebben ze het altijd over die goal. En dat is ook logisch, want daarna heb ik het nooit meer gedaan. Het zal waarschijnlijk ook nooit meer lukken. Dus, dat moet je niet zeggen. een beetje realistisch, maar... Ja, dat was gewoon een waanzinnig moment. En voor zowel supporters, iedereen denk ik. Dus, ja, goed. We gaan straks verder praten. Onder andere de vraag of je ooit nog terugkeert bij ADO Den Haag. Maar eerst maar eens eventjes naar het amateurvoetbal, Herman. Want daar valt genoeg te beleven weer komend weekend. Ja, ook daar gaat het om het verdelen van de punten en dan met name bovenin. De grote vraag dit weekend is eigenlijk, is het nou gedaan in die tweede divisie of maakt Katwijk nog kans op het kampioenschap? Katwijk is de nummer 3 van dit moment. Ze spelen morgen tegen Rijnsburgse Boys. En eigenlijk, zoals iedere week geldt voor Katwijk, wordt het inlopen, bijblijven of afhaken. Er wordt gejuicht afgelopen zaterdag. Katwijk maakt de 1-1 tegen IJsselmeervogels. Een puntje in de topper dus. Maar het gat met de absolute top van de tweede divisie blijft op 7 punten. Met nog 9 wedstrijden te gaan. We hebben de afgelopen weken meer kansen gehad om in te lopen. Dat hebben we tot nu toe niet gedaan. Dus hard blijven werken. We moeten hard blijven werken. En we moeten een reeks neer gaan zetten. En dan kunnen we alles misschien nog meedoen. Maar voorlopig zitten we even in de wachtkamer. We gaan gewoon door tot het einde en op het moment dat wij echt niet meer kunnen en dat het gewoon echt overduidelijk is dat het niet meer kan, dan pas ben je echt uit de race. Dus voor nu ben je gewoon in de race. Alleen je moet wedstrijden winnen en dat begint zaterdag tegen Rijnsburg. Kijk, er is op dit moment zeker van de top 3 geen ploeg die er echt bovenuit steekt. Zij winnen hun wedstrijden ook niet makkelijk en laten ook een hoop punten liggen. Dus ik denk dat degene die zo meteen voor het eerst een stabiele reeks neer kan zetten, nog steeds heel veel kans maakt op het kampioenschap. Nou goed, we staan 7 punten achter. Dat is een behoorlijk gat met nog een wedstrijd op 10-11. Dus we zullen een hele hoop punten moeten halen, willen wij aan het eind van de rit bovenaan staan. Een belangrijke rol afgelopen zaterdag voor keeper Mark de Vries. De vervanger van de geblesseerde Ricardo Kieboom houdt daarmee zijn ploeg, zo lijkt het, in de titelrace. Nou ja, dat, weet je, het ging gewoon goed en dat is heel belangrijk.
En je doet het voor iedereen en ook voor mezelf voornamelijk. Want ja, ik wil ook nog wat recht zetten omdat ik gewoon... Ik wil gewoon op doel staan en ja, dan moet je gewoon je best doen. En ja, elke wedstrijd is dan voor mij één. En dan moet ik laten zien wat ik kan en dat doe ik tot nu toe nog heel goed. De Vries is dan wel tweede keeper, maar hij heeft zich niet per se neergelegd bij deze rol. Hij wil minuten maken. Nou, ik kijk elk jaar kijk ik wel verder. Het moet wel reëel zijn en ik moet wel aan spelen toe komen, dat is één ding. Maar nog niet op een niveau dat hoofdklasse is of dergelijke. Ik wil gewoon in de tweede divisie blijven spelen. Maar er zit wel natuurlijk een grens aan. En ik had nog gezegd, oké, ik ga nog één jaar volle bak, nieuwe trainer, nieuwe kansen. Wie weet komt het nog een keer. Ik mocht, zover het er nu uitziet, speel ik nog een aantal wedstrijden. En wie weet blijf ik nog staan. En het nieuwe seizoen is het bepalen van wie gaat er spelen. Ja, is het Ricardo of ik? Ja, dan is dat een trainer. Maar ik heb wel laten zien wat ik kan in dit seizoen zelf. En dan heb ik wel een hele eerlijke kans ook naar de trainer toe laten zien van Mark, je hebt er alles aan gedaan. En tot nu toe gaat het hartstikke goed. En dan zie ik volgend jaar wat ik wil doen. Dus ik wacht nog even af. Ja, dan nog opmerkelijk transfernieuws uit het amateurvoetbal. Want deze week werd bekend dat Brennan Robinson volgend seizoen gaat spelen voor Katwijk. Hij is 24 jaar, bezig aan zijn tweede seizoen bij Scheveningen, ophouder is dus. En met name na de winterstop, maar ja, dat geldt eigenlijk voor heel Scheveningen, in bloedvorm. 9 goals in 9 wedstrijden. Dus een belangrijke aderlating voor Scheveningen volgend seizoen. En een mooie versterking natuurlijk voor de Katwijkers. We hebben dit weekend natuurlijk ook weer mooie wedstrijden. Morgen Scheveningen uit bij Jong Almere City, de derby dus. Tussen Katwijk en Rijnsburgse Boys. En als je het hebt over derbies, HBS tegen Kwik. Zondagmiddag live te volgen via onze website omroepwest.nl. Om 14:00 begint die wedstrijd. Ja. Dankjewel, Herman. Ja, mooi om te zien hoe je heel geïnteresseerd mee zit te kijken. Je hebt nog wat opmerkingen bij je volgt het aan natuurlijk. Ja, zeker. Zeker nu omdat ze op Fox wat de samenvattingen laten zien. Ja, net als bij ons op zondagavond om 8:00 uur. Ja, absoluut. Maar ja, dat ontvang ik daar niet. Hè. Nee, in Zwolle. Nee, je hebt een excuus. Ja, maar ja, ik vind het leuk om te volgen. En zeker clubs hier uit de regio. Dat, ja, bij Katwijk ken je de keeper nog. Hè? Ja, daar heb je mee samengespeeld inderdaad. Ja. Ja. Dus, en heel vaak kom je daar oude bekenden tegen waarmee je vroeger in de jeugd hebt gespeeld. Dus, mm-hmm. Ja. Ja, en jij bent ook nog een speler die bij de ADO-amateurs heeft gespeeld. Ja, dus dan speelde je ook. Toen speelden we tweede klasse volgens mij. Dus, ja, en heel veel jongens uit dat team die zijn dan... in het amateur blijven hangen, zeg maar. Ja. En dat is dan leuk om die jongens dan daar te zien. Ja, en sterker, je hebt nog meer affiniteit met het amateurvoetbal, want je hebt je eigen voetbaltoernooi. Ja, klopt. Ja, dat is voor het eerst dit jaar en daarvoor ben ik benaderd. Door wie? Via het Haagse amateurvoetbal. Mm-hmm. En dat leek me eigenlijk een hartstikke leuk idee. En ook, ik vind het altijd leuk om dingen met kinderen te doen. Als ik activiteiten of zo van de club met kinderen moet doen, vind ik dat eigenlijk altijd leuk. Maar dan wordt het Mike van Duinen toernooi. Ja, de Mike van Duinen. Wanneer en waar? Ja, 19 mei bij Olivio. Bij jouw oude clubje? Ja. Dus de Mike van Duinen Cup. Ja. Okay. Dus, en die wordt door jou uitgereikt, neem ik aan. En zo wordt dat dan. Ja, daar ben ik inderdaad bij aanwezig. Heel goed. Hey, nou, ADO Den Haag. Ook een moeilijk seizoen. We hebben het net uitgebreid over PEC Zwolle gehad. Hoe kijk jij daarnaar? Wat gaat daar mis momenteel? Als jij zo van afstandje ernaar kijkt. Ja, moeilijk om te zeggen wat er nou misgaat. Maar ik denk dat ze genoeg kwaliteiten hebben om erin te blijven. En ik denk een stugge ploeg om tegen te spelen. Alleen het valt nu even niet. En als je eenmaal daar onderin terechtkomt, dan wordt het alleen maar moeilijker. En natuurlijk, het publiek wordt kritischer. En, mm-hmm. Ja. Maar wat is dat? Want dat maak je met PEC Zwolle mee. Trouwens, je hebt veel ervaring met degradatievoetbal. Bij Excelsior heb je dat gedaan, bij Roda. Wat is dat? En jij kan het als geen ander uitleggen wat er dan in zo'n ploeg sluipt. Nou ja, natuurlijk, angst is een hele slechte raadgever, zeg ik altijd. Mm-hmm. Maar je bent natuurlijk wel bang, want je kijkt naar beneden en je staat ook niet in de positie. Je bent niet in de positie om naar boven te kijken. Maar dus ga je dan anders doen als speler in het veld? Of wat? Wat ik heb ervaren, hoe je het vers komt, is dat je het echt als team doet en beseft dat je gewoon moet knokken. En het mooie voetbal, dat natuurlijk wil je dat altijd spelen. En dat wil je het liefst elke week laten zien in het publiek. Maar mm-hmm. Ja, op dit moment moet je denk ik knokken als team. En dat bij Excelsior heb ik dat goed meegemaakt. En ook een paar jaar bij Den Haag. Ja.
En het voetbal wordt er dan ook niet beter op. We zagen het hier ook in een onderlinge wedstrijd tussen jullie. Halverwege februari was dat, hè? Adelbom met 1-0. Ja, dat was van Pek Zwolle, maar wat een verschrikkelijke wedstrijd. Ja, en ik denk dat Groningen-ADO afgelopen weekend was ook geen leuke wedstrijd. Ja, dan verlies je hem ook nog eens. Dus dan is het helemaal zuur. Maar ja, het is gewoon moeilijk als je daar eenmaal bivakkeert. Ja. Heb je nog gestemd? Nee, ik had mijn stempas hier in de liggen. Laten liggen. Dus, ik kon helaas kon niet stemmen. Nee. Okay. Normaal stem ik altijd wel, maar om daar nou voor terug te rijden, dat was het ook niet waar. Ja, wist je waar je op ging stemmen ook? Of? Nee. Normaal doe ik al een stemwijsje invullen en dan kijken wat eruit rolt. En ik wist niet dat ik mijn stempas niet had. Dus dan maakt het ook niet zo uit. Nee, klopt. En meestal kijk ik dan een debat. Dat vind ik dan ook nog wel interessant. Maar, je bent wel echt geïnteresseerd in politiek dus ook? Nou, dat valt wel mee hoor. Maar als ik dan ga stemmen, dan wil ik wel weten waarop ik ga stemmen. En dan kijk ik een beetje. En zo'n debat vind ik dan vaak nog wel leuk om te kijken. En dan maak ik daarna een keuze. Wat vind je van de uitslag? Op zich wel tevreden mee. Ja? Ja. Forum voor Democratie, ik denk dat hij opeens 16 zetels heeft. 13. Ja, 13 in de Eerste Kamer, ja. Dus dat vind ik goed. Dus daar ben ik tevreden mee. Nou, oké. Okay. Zullen we eens even naar Joop Buit gaan? Die is ook wel eens bij jou op bezoek geweest trouwens. En altijd leuk met Joop. Dus ik ben benieuwd. Kijk, ga mee. Oké. Vandaag ontmoet ik degene die mijn carrière heeft gemaakt. Ze is uitgeroepen tot de beste sportverslaggeefster van het land. Ik ontmoet vandaag de parel uit Breda, Helene Hendricks. Helene is net klaar met Assassin's Side en de sportverslaggeefster van het jaar. Kijk, en daar zit ze, Helene. Hey. Lekker man. Ik wil je ook onwijs bedanken, want jij hebt een beetje mijn carrière gemaakt, Helene. Ja, maar jij hebt mijn carrière toch gemaakt? Ja, maar jij verdient wat meer volgens mij hier bij Talpa. Eerlijk delen dan. Want jij bent mijn best scorende item geweest van verleden jaar op YouTube dan. Ja, oh, ja? Dus dankjewel. Nou, graag gedaan, maar dat is echt je eigen verdienste. Ja, is dat zo? Ja, jij bent een topinterview, dat weet er iedereen. Ja, het is altijd diepgang, het is luchtdag, er zit eigenlijk van alles in. En allemaal in 2 minuut 30. Ja, want dit item wordt 8 minuten 40 mensen, dus blijf lekker kijken. Je zit nu een beetje bij Talpa. Ja. Nu moet je ook af en toe dus aan gaan schuiven bij programma's als 6 Inside. Ja. Moet je dan niet waken als sportverslaggever dat je niet gaat praten over de relatieperikelen van Patricia Pai of zo? Ik heb daar A, geen zin om over te praten en B, dat lijkt me niet echt handig voor mijn geloofwaardigheid. Ja. En dat boeit me ook eerlijk gezegd niet zoveel. Ik vind iedereen moet lekker doen wat hij wil en dat soort dingen, nee. Jij bent de sportverslaggeefster van het jaar, dus jouw mening telt. Jij kijkt ook elke week naar ADO Den Haag. Hoe komt het dat ADO Den Haag zo bloedeloos seizoen speelt? Ja, dat... Onder jouw grote vriend Fons Groenendijk. Ja, ik gun hem ook veel meer inderdaad. Maar ik weet het echt oprecht niet, want als er ergens karakter in zit, dan is het wel bij ADO. Karaktervolle mensen die de mouwen kunnen opstropen. Maar ja, blijkbaar gaat het niet altijd daarom. En gaat het nog wel om meerdere dingen. Maar ik kan niet echt een eenduidig antwoord. Heb jij een antwoord? Nee, ook niet. Ik ben gewoon een emotionele supporter, hè? Ja. En ik verwacht van jou als de sportverslaggever van het jaar een goed antwoord, een analyse, weet je. Ja. Nee, maar dan moet je bij Ronald de Boes en Kenneth Perez, Johan Derksen, die kunnen een feilloze analyse overgeven. Ja, ik vind het lastig om dat zo te beoordelen. Hey, Helen, als ik er volgend jaar nog ben, dan gaan we gewoon weer een item maken. Gezellig. Vind je het leuk? En neem de bloemen mee, zou ik zeggen. Ja, doe ik. En dan volgende keer een flesje wijn voor jou. Lekker man. Want dan heb jij de prijs gewonnen. Rood. Sportjournalist van het jaar. Absoluut niet, joh. Absoluut niet. Laat mij nou maar lekker dit soort onzin items maken. Dan dat vind ik leuker, man. Dan voor de zorg, want dat is eigenlijk veel belangrijker dan het hele sportgebeuren. Ja. Vind je niet? Dankjewel, ja, vind ik ook. Ja, vind ik ook. Kom, we gaan lekker er vandoor, man. Ik heb al gestemd. Nee, ik moet nog gaan stemmen, maar ik zeg het niet. Waarom niet? Nee, want je laat het mij zeggen en daar ben ik. Oh, wat eng. Ja, daarom heb jij het gewonnen en ik niet. Ja, inderdaad. Nee, ik ga hele enge vragen. Weet je, ik vraag toch ook niet of jij een relatie hebt, ja of nee? Nee, dat klopt. Dat heb ik ook gedaan. Dat zou ik allemaal kunnen doen, maar dat doe ik niet. Nee, ik ben een beetje gemeen was ik wel, ja. Ja, echt hè? Ja. Zou ik nooit doen. Maar ik heb genoeg veren in je reet gestopt nu, hè? Dus ja, lekker man. Ik loop ook heel moeilijk nu. Kom, we gaan lekker. Helene Hendricks, sportverslaggeefster van het jaar. Ik ben ook wel positief over haar, eerlijk gezegd. En ik vind dat ze af en toe ook goed kritisch kan zijn. En daar hou ik wel van. Ja, en het is goed, hè? Vrouwen die
ook eens in die voetbalwereld dit soort werk. Ja, nee, absoluut. Dat moet, is, nee, alleen maar mooi. Het. Goed zo. Over vrouwen gesproken. Jij dacht, ik daar in Zwolle, ik ben een beetje alleen. Ik ga mijn vriendin daar even ophalen. Of niet? Wie ben daar iemand tegengekomen? Hè? Ja, klopt. Nou ga ik hetzelfde doen trouwens als wat in CZSI gebeurt. Maar... Ja, nee, ja, ik ben daar iemand tegengekomen waar ik... Iemand. Ze wordt de mooiste van PEC genoemd. Ja, nee, ja, dat vind ik zeker. Ja, dat eigenlijk van heel Zwolle wel. Dus, ja. Nee, ja, ik ben er super blij mee en ik vind het hartstikke leuk. Dus, ja. Ja. Je hebt je draai daar ook wel gevonden. Je hebt daar een huis, althans, nog wel. Ja, klopt. Ja, ik moet mijn huis uit inderdaad. Dus, je had een deurwaarder op de stoep staan. Ja, die kwam even aankloppen of ik wat rekeningen wilde betalen. Maar ik zei, ja, sorry, dan moet je niet bij mij zijn. Maar bij de eigenaar van het huis? Ja, want... die vergeet zijn rekeningen te betalen. De persoon van cultuur, die betaalt niet. En die rekeningen slapen zich op. En die vallen wel bij mij op de deurmat. Dus, Maar goed, je gaat wat anders zoeken in Zwolle, want je hebt nog een contract tot 2021. Ja. Ben je van plan om dat uit te dienen ook bij PEC Zwolle? Ik heb het nu echt super naar mijn zin. En ik denk dat ik er sowieso volgend jaar nog een jaar speel. En daarna is het altijd het laatste contractjaar. Dan moet je maar kijken wat de club wil en wat je zelf wil. Dus volgend jaar wordt een belangrijk jaar voor jou. Dan zou je eigenlijk een beetje in de kijker moeten spelen. Wat zou je dan nog willen? Je bent nu 27 jaar. Ja. Dus je kunt, nou ja, normaal gesproken nog twee keer van club veranderen? Ja, nou ja, als het goed gaat, stel het positieve geval, dan kan je misschien nog een mooie stap maken. En wat is een mooie stap? Misschien subtop of... buitenland? Buitenland, ja, sta ik nu nog niet om te springen. Maar weet je, je wordt ook ouder, dus dan wordt het financiële plaatje ook gewoon belangrijk. Ja. We zien hem achter. Hij was vorige week de gast, Ali Boussabon. Ja. En die zei ook gewoon heel eerlijk, ja, ik ben broodvoetballer. Ik heb gewoon altijd ook voor het geld gekozen. Dat is ook helemaal niet zo gek. Nee, het is inderdaad niet gek. En ik denk wel dat ik heb wel wat keuzes gemaakt, waardoor ik ook echt denk gelukkig te worden. En, maar nu, als je wat ouder wordt, dan gaat het financiële plaatje gewoon... Maar je hebt nu heel bewust de keuzes voor de clubs die je hebt gedaan, gebaseerd op geluk? Want kijk, ik ging natuurlijk vanaf Duitsland ging naar Excelsior. En in eerste instantie bij mij niet de meest aansprekende club. En ik denk voor niemand niet, maar ik heb het waanzinnig naar mijn zin gehad daar. Mm-hmm. En ik had er ook voor kunnen kiezen om in Duitsland te blijven, waar ik nog 3 jaar contract had. Ja. En dan was financieel misschien wel weer beter geweest. Dus. Ja. Maar goed, ik, in dat opzicht was ik heel blij dat ik weer in de buurt woonde. En vandaar dat ik die keuze heb gemaakt. Ja. Wil je je portret tekenen? Dan kom je hier aan de muur te hangen. Absoluut. Maar de vraag die ik stel namens velen natuurlijk. Wanneer keer je terug bij ADO Den Haag als speler? Dus niet in het uitvak met ADO supporters. Dat blijf je neem ik aan nog wel eens absoluut, doen. Absoluut, ja, als het kan zeker. Maar als speler? Om te zeggen wanneer... Lex Immers is nu terug. Tom Beudelsdijk blijft. Als ik dat zie, dan vind ik het echt fantastisch om te zien. En die gasten weer samen. Ik zat van de week ook die documentaire... Over dat mooie jaar van de Brom. Ik heb daar dan een klein gedeelte bij mogen zijn. En, wanneer keer je terug? Wanneer kan ik een keer terug? Ja, ik durf niet te zeggen, maar ik hoop dat ik wel weer een keer het shirt van ADO mag dragen. En weer terug mag keren. Goed zo. Dankjewel, daar hopen we ook op. Alsjeblieft. Succes met PEC Zwolle. En dankjewel. Leuk dat je er was. Tot zover. Ja, morgen, zaterdagmiddag, dan zijn we er dus vanaf 2 uur live met het top amateurvoetbal op 89.3 Radio West. En natuurlijk ook online is alles te volgen. En zondagavond, 8 uur, TV West Sport met de samenvattingen van de wedstrijden in dat top amateurvoetbal. Een mooi weekend.